Of we nu willen of niet, onstuitbaar dringt de vooruitgang door tot in de kleinste hoekjes van Vlaanderen. Dat was vandaag voelbaar in volle zelen, want daar werd vanmorgen de eerste bankcontactautomaat geïnstalleerd. Een revolutie. Dankzij deze hoogtechnologische monetaire machine konden sommige volle zelenaren voor het eerst in hun leven geld uit de muur tanken. Met een nuchtere dosis skepsis maken ze vandaag schoorvoetend kennis met deze nieuwe gril der moderniteit. Ik ben bijzonder blij en fier dat voor volle zelen een geldautomaat ter beschikking staat van de bevolking. Van mensen die op doorreis zijn in volle zelen. Stilstaan is achteruit gaan. Hè. Vandaag moeten we dus niet alleen kijken naar het verleden, maar vooral vooruitkijken. Hè. De toekomst. Hè. En dus ook de technologie is altijd in ontwikkeling. Ik durf niet gaan omdat ik niet weet hoe dat bankcontact hier werkt. Hoezo? Ja. En als je er met je kaart staat, en waar moet je nummer draaien? Oh, ja, ik weet het niet. Waar gaat uw bankkaart naartoe? Je weet het niet, hè? Ja, het is er van buiten wel geen nummer op, maar je weet niet wat dat er van binnenin staat, hè? Maar is dat geloofje waar dat we ons kort mogen steken? En hier, en waar moeten we ons kaartje insteken? Mogen we dat zeggen, Jan? Is die dan te moeten insteken? Is die hier? Hoe is het toen? Nee, dat is dat niet. Nee, dat is voor aan nummers te drooien. Hè. Hoe is het toen? Ja, wat de door is. Heeft het nog iedereen zien als ze kijken? Ja, komt er geen rood. Dat is een roze. Wat? Dat een roze. Een brol bij de je thuis, omdat we het niet kennen. Dat is een moderne technologie, hè, dat. Ja, ja. Nou, het gebeurt zoveel met de computer ook. Kun je kan ook alles doen, hè. Dat is ook modern, hè, technologie. Dat is juist. En de banken moeten mee, hè. Dat is waar. Of anders gewoon ze achteruit, hè. Ja. Zal ik eens proberen, hè. Zal ik eens proberen, hè. En daar kijk ik ook, zie ik, even geduld. En we moeten met... Dan moeten we ons code... Ja, we moeten ons code induwen, hè. Zijn we dan niet rap genoeg? Misschien zijn we te trek. Het is op een trap, hè. Het is niet gelukt, hè. Nee, dat is niet gelukt. Zullen we nog eens moeten herbeginnen, hè. Ja.